Ook scholen zijn soms doelwit van inbrekers. Het overkwam een school aan de Bruggenseweg in Deurne. Er werd niet alleen van alles vernield door de inbrekers, er werd ook een kluis opengeslepen. Bij de buit zaten onder andere pinpassen van de school. Met die pas wordt hier gepind. Ja, de pinner doet goed zijn best om zijn gezicht te bedekken. Maar het zal niet de eerste keer zijn dat iemand dan toch nog wordt herkend. U weet wat u moet doen met uw tips.